In de baan hebben we twee verschillende waterhindernissen. Slaan we een bal in een waterhindernis met gele paaltjes, dan hebben we drie opties. Allereerst bepalen we of we de bal uit de hindernis kunnen slaan. Is dit niet het geval, dan houden we twee opties over. We spelen de bal met een strafslag vanaf de plek waar de bal lag. Of we kiezen ervoor om een bal te droppen op de lijn die loopt vanaf de vlag door het punt waar de bal het laatste over de grens van de waterhindernis is gegaan. We kunnen hierbij zo ver terug als dat we zelf willen.